De noodkreet van de samenleving is gehoord en de autoriteiten zullen niemand in de steek laten. Zwangere vrouwen hebben de zekerheid dat ze geholpen zullen worden en toegang hebben tot goede medische controle. De diensten van het Staatsziekenfonds zijn gegarandeerd voor deze groep. Dit zei minister Raikit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers aan journalisten. Dus van ons kant uit hebben we dat zo'n beetje uitgewerkt, uitgestippeld. Natuurlijk zullen collega Volksgezondheid en ik nog enkele gesprekken voeren hoe we het kunnen verfijnen, om het zo te zeggen. Maar de noodkreet van de samenleving is gehoord geworden, het is besproken geworden. En zowel Volksgezondheid, minister Volksgezondheid, ik en het SZF hebben dan een gesprek gevoerd. Dus dat is de update wat ik alvast kan geven. De verschillende bekendmakingen die zullen dan natuurlijk komen vanuit degene die zorgt voor de verzekeringen, dat is het SZF. Dus volgt u even de bekendmaking van het SZF, wat gedeeld zal worden met de samenleving ten aanzien van de zwangere vrouwen. De bewindsman zegt goed geïnformeerd te zijn over de twijfels die er bij de samenleving zijn ontstaan vanwege de onduidelijkheden over de dienstverlening van het Staatsziekenfonds de afgelopen weken. Ramsaran zegt dat hij vanuit zijn departement ook medewerking heeft gevraagd van andere dienstverleners binnen de gezondheidssector.